vergeet ook niet, de samenstelling, heel simpel, van de Tweede Kamer is heel randstedelijk. Ja. En onze, ook als CDA-lijst, het grappige is, we hadden bijna een partij waar altijd heel sterk katholiek-protestant bepalend was. En ik merk zelf dat bij de samenstelling van onze lijst dat vervangen is door regionale herkenbaarheid. Dus iemand uit het zuiden en iemand uit Limburg of Overijssel. En dan beginnen die Overijsselaren ook nog te zeggen, ja, maar die is uit Twente. Dan moet er ook nog iemand... Zo zijn wij. Ja, dus jullie zijn wel veel eisend, hoor. Ja. Maar dat... En we hebben ook heel de Palland weer uit Kampen. Dus we hebben ook inderdaad op die lijst heel erg opgelet dat volksvertegenwoordiger zijn is niet in Den Haag letten op de centen, maar is zorgen dat jouw regio, de mensen van jouw gebied, zich vertegenwoordigd voelen hier. Nou, in 2012, de enige gebieden die in Nederland groen gekleurd waren, waren, wat ik altijd zeg noemde, het heartland van Pieter Omtzigt, dat was hier. Ja.